De Nederlandse vrouwen eindigden als tweede op de ploegachtervolging. Het trio Irene Wüst, Jorien Voorhuis en de nieuwkomer Marije Joling reden een halve seconde langzamer dan de Duitse dames die winnaar werden. Noorwegen eindigde als derde en de Nederlandse mannenploeg, deze drie, Wouter Oldeheuvel, Bob de Vries en Koen Verweij, eindigde als derde. Ruim 2 seconden achter Amerika en een kleine seconde achter Noorwegen. Het was op zich wel een goede race, we moesten alleen net een tikkeltje harder. En ik denk dat het er wel in zit, maar we hebben het niet gedaan, dus dat moet de volgende keer dan eigenlijk nog maar. Hadden jullie een beetje in deze samenstelling kunnen trainen de afgelopen week? Had misschien wel gekund, maar we hebben het zo goed als niet gedaan. We hebben vanochtend hebben we 1 keer even samen gereden. En, kijk, op serie daarom op winst halen, maar het ging, ik moet zeggen dat het toch ook wel goed ging. We reden gewoon goed achter elkaar aan en wat dat betreft ging het prima. Dus, Wouter, hoe vond jij het gaan, deze derde plaats in deze race? Nee, ik denk dat we als team heel mooi hebben gereden. De eerste keer dat we met z'n drieën zo rijden. Een paar kleine foutjes in het begin. En ik denk dat we verder een heel degelijke race hebben gereden. En dat we tevreden zijn met die derde plek. Ik denk dat het zoals vandaag ging, dat het op zich geen slechte race was. Dus in ieder geval waren we goed constant in elkaar slag. En het was alleen de snelheid, het lag gewoon net iets laag. En daar zie je dan verlies in de eerste twee rondes. Verlies je gewoon eigenlijk de achterstand die we in totaal hebben. En dan kun je op een gegeven moment aan onze slotrondes konden we ook nog werken. Maar zoals ik zei, het team liep goed. En, terwijl jullie weinig hebben samengereden, toch? Ja, nou ja, kijk, ik op zich, Bob is een marathoner, dus die past zich wel vrij goed aan. En jij komt uit Skieleren? Ik kom uit Skieleren en ik heb vorig jaar al samengewerkt met Wouter natuurlijk. En ik heb van deze week nog even getraind met Bob en de Bammers. Maar volgens mij zijn wij op zo'n dus bepaald niveau gekomen dat wij wel redelijk goed in elkaar slag moeten kunnen komen tegenwoordig. Dus graag nog een keer. Ja hoor, zeker. Kijk, als ik zie wat voor teams er voor ons staan, dat zijn natuurlijk ook geweldige toppers. En kijk, blijkbaar in het begin verliezen we wat. En daar valt natuurlijk ook wel wat winst te behalen. En ook, komt ook gedeeltelijk door mij natuurlijk. Mijn start is ook niet mijn snelste punt. Maar het kon even goed. Het ging eigenlijk best goed. Maar toen kon Wouter iets eerder aangaan. En dat riep ik eigenlijk misschien niet hard genoeg. Waardoor hij het niet hoorde. En bleef iets te lang. Ging het eigenlijk wat te langzaam aan het begin.